Hallo iedereen en welkom bij Vlogmasdag 3 en 20. Ik ga vertrekken op Girls Weekend zelfs. Celine komt mij halen binnen, denk een kwartier, een half uurtje. En dan gaan we vertrekken, jij, samen met Julie van Cocktails & Cuddles, Pauline van Lifestyle Spot, Elke van Sunkist en Shawnee van Gewone Mama. En Celine van Nice Family. We hebben dat in, ik denk, februari of maart of zo ook gedaan. En nu gaan we dat eens nog eens doen. Ik kijk er echt naar uit. We gaan een kerstthema weekendje doen. Dus het gaat echt heel tof zijn. Ik ga hier slapen. Er zijn 6 slaapkamers. Dus iedereen heeft zijn eigen kamer. Normaal slaap ik wel bij Celine samen. Maar deze keer dus niet. Omdat Celine heeft Stella bij. En mijn nachten zijn ook nog altijd niet top. En dan heb ik hier nog eens een baby 's nachts of zo. Dus had ik gezegd van ik ga alleen slapen als dat goed is. Normaal slapen we echt altijd samen als we samen een weekend er eens zijn. Tenzij we natuurlijk met de mannen zijn, hè. Slapen we wel bij onze mannen. Maar ja, oké. Ik ga dus hier slapen. Mooi kamertje. Oh, is hier wel een Velux ding. Ah ja, oké, dat gaat omlaag. Top. Yay. Ik heb ook kaarsen vast en panto met maagbeschermer, want ik had maagpijn alweer 2 dagen. Dus dan gaan we nemen drek voor we gaan eten. Kijk hoe gezellig. Cadeautjes, heb je hem gevonden? Ja, ik heb hem gevonden met mijn voetvrouw gisteren. Ah, en Senne is er. De enige boy in het gezin. Oh, hij lacht zelfs. Kijk hoe blij hij is dat hem de enige man is. Ja, tuurlijk. Die zou ook niet blij zijn. Ja, dat komt misschien nooit meer terug, hè, Senne. Geniet er maar van. En hier. Ja, echt waar. En hier is tetterkantje Stella. Hey Stella. Hey. Ja, zeg het maar. En dit is ons uitzicht. Kijk hoe mooi. Overal zitten? Echt mooi. Beste gast. Ja. Ja, dan denk ik dat wel, niet? Ik zou weten dat hij daar ook in zit. Ja, ik zou dat ook denken, maar het kan. Maar je kan dat op zeker op de boek. Ja, ja, tuurlijk. Het zijn allemaal influencers die krijgen af en toe alles iets. Garm. Nee, dat hoeft natuurlijk niet, maar ja, dat is wel lief. Ik vind die vazen ook kei mooi. Echt mooi. Polly is er ook. En jij ook. Hey! Polly en baby. Baby girl. En Elke is er ook. Hier zo. Maar allemaal druk aan het babbelen. En daar is Stella aan het brabbelen. Ah! Kijk! Ja. Die van u, die kan er wat van vallen. Oké, het is. Het gaat over babynamen. Spannend! Krijgen we een spoiler? Nee. Het is tijd om te gaan slapen. Hè. Hoe laat is het? 10:55. Slaapbel! Oké, ik heb mijn schmink eraf gedaan. As you can see. Oh, ik heb zoveel rood. Maar het is avond. Ik heb ook mijn pyjama aangedaan. Alleen mijn andere pyjama om in te slapen. Ik heb het raam nog even openstaan. Want ik slaap graag heel fris. Misschien ga ik het gewoon openlaten, ik weet het niet. En ik heb een briefje van Niels gevonden. Er staat, veel plezier mama, wij denken aan jou en zullen je ongetwijfeld missen. Love you, papa en Max. So cute.
zo lief. Ik mis hun sowieso ook. Ik heb Kiki wel bij. Meegenomen. En mijn eigen kapkussen. Ik heb zo'n nieuw kapkussen van Cloud Pillow. Nu een paar dagen aan het proberen. En ik vind het echt heel goed. Ik sliep altijd op zo'n kussen van de IKEA. En ik vind deze ook echt super goed. Oké. Ik ga slapen. Dus ik ga hier voor nu slaap wel zeggen. Maar ik ga sowieso dit weekend nog verder vloggen. Slaap wel iedereen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zitten aan de ontbijttafel. Echt super veel ontbijt. Damn. Ja, dat wordt wel het thema van dit weekend. Ja. Damn, girl. En dan deze middag gaan we nog eens eten, hè? En deze avond. En deze avond. Echt waar. Je kunt ons wel... Hey. Hey. Ja. Hi. Ja, jij moet hiernaast gaan eten dan. Goed, bij de buren, want je past niet, hè? Ja, lappig. Oké, het is tijd voor onze Gingerbread Houses Building wedstrijd. Dus we hebben de huisjes van de IKEA. En het ziet er dan zo uit. Is dat eigenlijk speculoos? Dat is gingerbread, ja, een soort van speculoos. Zoiets, oké. Ik heb dat echt nog nooit gedaan, dus heel benieuwd. En dit zijn de toppings. Nee, ik ga dat niet. Alrighty, ons huisje is klaar. Pretty! Oké, we gaan het huis uit. Hoe laat is het? 4:30? Ja, 5 uur? Het regent al de hele dag. Ja, het regent wel de hele dag. Maar we gaan toch even in de regen een klein wandelingsje doen. Het is ook al wel echt donker aan het worden, hè? En alleen Pauline blijft hier en Stella blijft hier. Dus die blijven even hier met hun tweeën zijn. Bonden. Bonding. Knuffelen. Stella Bella. Ja. Knuffelen. Wat voor muziek wilt je? Oké, Shawnee heeft een verrassing. Iedereen is aan het flippen. Everyone is flipping. Wacht even, want anders kunnen we het niet filmen. Wacht, want dan gaan we het filmen. Shawnee, dus de zonder muziek, is dat oké? Kom maar. Nee, wacht. Kijk eens, ze gaat het nu opzetten. Ja, we zetten zelf wel muziek erover. Oké, wacht. Nee, ik heb nog geen muziek. Wacht. Oké. Is dat goede muziek? Ja. Ah, harder. Is dat te luid? Dat is echt heel weird. Yeah. Wat is er heel benieuwd ook. Een synthpak of zo. Oh, wacht, die heeft iets aan. Die oh. Oh my god, Johnny! We gaan zo steengril, of wat is dat? Steengril? Teppanyaki? Nee. Gourmet. Gourmet en raclette. Doen. En alle producten die we hebben zijn van de Lidl. Pauline is gisteren vlees gaan halen bij de Lidl. Groentjes. Zo'n raclette. Raclette schotel.
echt wel zalig. Ik heb ook wel nu echt honger. Ja, ik heb ook echt honger. Wat zit je eigenlijk aan het doen? Klaar aan het maken voor de tombola. Ah ja, morgen doen we tombola, want we zijn hier dus nog, deze avond zijn we hier nog. En dan morgen tot de middag ongeveer of zo. Kijk wat we nog allemaal hebben. Dit ligt hier nog, ligt hier ook niet nog allemaal. De kast zit echt nog vol. En dan hebben we hier nog allemaal broodjes. En onze frigo zit ook gewoon propvol. En we willen echt niks weggooien. Dus we gaan alles morgen een tombola doen. Dat we kunnen meenemen. We waren net ook aan het denken, misschien een goed doel. Maar morgen is zondag en eer we dat vinden en zo. En we moeten thuis toch ook nog allemaal eten. Hè? Dus we gaan morgen allemaal zo'n tombola doen. Wij zijn net voor een ochtendwandeling gegaan. Ik denk dat ik dat heb gefilmd, dus jullie hebben dat wel gezien. Het is ondertussen 11:15 en nu gaan we brunchen. Brunch time! Met mimosa's? Nee, is niet waar. Mimosa's? Dat zou lekker zijn, hè. Wish. We hebben geen kava. Dus ja. Maar wel heel veel andere lekkere dingen. We hebben eitjes, we hebben... Of wat hebben we allemaal? Ei, sapjes, besjes, zelfs pannenkoeken, slaatjes. Ja, we hebben echt heel veel. En we hebben nog croissantjes en chocobroodjes in de oven staan. Op het klokje duwen. En dan... Jawel, nog. Nog, niet? Nee, blijf het. En Shoni is hier lekker nog eitjes aan het bakken. En de broodjes zitten er dus in. Yummy! Ziet er echt heel goed uit. En dan hebben we hier ook nog deze broodjes. Die gaan er zelfs ook nog in. Yes! We hebben trouwens alles van ons eten bij de Lidl gehaald. De Lidl. Ik zeg dat altijd. De Lidl. De Lidl. Lekker. Breakfast. Dus alles komt vandaar. Eitjes gebakken. Hey, schattie. We zijn ondertussen alles aan het opruimen. We gaan het eten allemaal nog verdelen om mee naar huis te nemen. Met de tombola. Met tombola. Oei. De deur is toegewijd. Ah, de deur. Ah, oké. Want we hebben nog best veel eten over en we gaan dat natuurlijk niet gewoon weggooien. En we willen dat verdelen, zodat we allemaal nog wat eten hebben voor de rest van de week om mee te nemen. Hoe gaat je terugrijden? Wauw. Ja, Celine is altijd aangekleed en mooi, hè. Ready to go. Hoe doet ze het toch? Met één kind, vind ik. Ja, met één kind denk ik al vaak. Ugh. Ik kan wel geen moeite doen, maar zij ziet er altijd top uit. Kan ze? We zijn bezig met de tombola. Dit is mijn winst van de tombola tot nu toe.
alles is perfect behalve Amerikaan. Dat eten we echt niet. Maar oké, de rest. Oh, we gaan deze avond waarschijnlijk krakjes maken dan. Met slaatje, apero plankje. Ach, kijk er al naar uit. Cornflakesjes. Cornflakesjes, amai. Wat een woord. Hoe zeg eens cornflakes verkleind en een meervoud? Cornflakesjes. Ah, toch? Cornflakesjes. Ah, ik zei cornflakesjes. Ik ook. Ah, is het niet cornflakesjes? Maar niet cornflakesjes. Wat zeg je? Jij zei cornflakesjes. Cornflakesjes, dat zei ik ook, maar dat klinkt zo raar. Oké, heel random. Heel random. En kleine flakejes. Ja, flakejes, dat zeg ik juist, ja. Wij zijn weg. Tada. Doei, doei. Doei, doei. Ik zal wat flessen wijn pakken. Dan gaan we nog naar het start. En dan zijn we door. Het was echt een top huisje. Ja, kan iemand wel ja. Oké, okay, we vertrekken terug. We gaan het glas nog wegdoen. Nee, ik heb dat zo... Allemaal... Ja, het valt nog mee. Ja, 3 flessen wijn. Nee. Maar ja, we hebben wel maar met... Ah oh nee, we hebben met 4 gedronken op 2,5 dagen. Dus dat wel. Yes. Maar we gaan dat dus nog wegzetten. En dan gaan we richting huis. Het was heel gezellig. Mm-hmm. Ik ben wel heel moe. Amai, ik heb op 2 nachten rond slecht geslapen. Ik denk echt zo, wow, ik ga moeten bijslapen. Echt waar. Erg genoeg. Oh. Ja. Maar oké, kan goed. Yes. Het was echt heel leuk. Ik zal ook even alle profielen in de beschrijving zetten. En we geven ook korting als je een huisje boekt met Europarks. Dus dat zal ik ook even in de beschrijving zetten. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Dag iedereen!